Yo mensen, welkom bij deze nieuwe video. Ik sta vandaag bij Verlaten Spookhotel. En kijk met me mee. Het spookhotel is ook wel genoemd Hotel Dullemond. Ik weet niet waarom het een spookhotel heet. Maar dit is zo'n bizarre locatie. Ik ga hier niet staan, want dan zou ik gelijk door. En kijk dan. Is toch gewoon bizar. Ik ben met de fiets gekomen natuurlijk. Al die confetti. Hier een oud muurtje. Hier nog een oud hekje. Wel die mug hier. Nog een oud raam. Hier een oude schoorsteen. Hier, de hele bovenvloer is aan het midden gekeld. Hier nog meer, hier een oude deur. Oh jee, jee. Ja, de reden waarom het zo lang duurde is, ik had geen fiets meer. Dus ik heb nu een nieuwe fiets, plus ik had te druk met werk. Dus ja, what the fuck is dit? Ja, ik moet uitkijken waar ik loop. Hier is gewoon een oud geraamte van een voertuigje. Ja, geraamte, ja, dat is gewoon een karkas van een oud voertuig. Dan heb je de wiel. Dan heb je nog een band. Maar dit is echt een grote locatie. De foto's bleken niet zo groot. Maar wat de heck is dit? Kijk dan, oh, band. Wat ik wel aan banden gelegd. Haha. Kijk dan, joh. Is toch gewoon bizar. Oké, hier ga ik niet lopen, want ik weet niet of je het kan zien, maar hier zit zoveel ba in. Kijk, dat je nog wat raampartijen. Ik heb wel wat geschiedenis opgedaan, maar ja. Je weet het maar nooit. Kijk, zo'n oude leiding. Dit is allemaal het hotel waar ik nu loop. En het hotel is gewoon dit waar ik nu loop. Dat is ook nog onderdeel van het hotel. Want hier heb je een oud schuurtje. Jij zijn nog twee andere mensen, maar ook foto's aan het maken. Kijk, hier kan ik wel in. Kijk, fuck. Kijk dan, het schuurtje. Ik zeg me helemaal de laptop van een duif. Nou, fijn, het is zo stil. Dan drink ik een roekoe, roekoe, roekoe. Het is niet zo spectaculair in te zien, maar toch. Ja, vanuit het spookhotel. Bij mij in de buurt, ja. We zijn nu fietsen, maar ja. Toch. Kijk dan. Hier kan ik waarschijnlijk binnen. Dan kan ik door de prikkels heen. Of kom je? Kijk hier. Een oude kast. Of kan ik hier naar binnen? Volgens mij kwam hij hier zo naar binnen. Ja, hier kwam hij naar binnen. Hier kon je dan chillen. Ah, spetterminek. Kijk, hier heb je nog een groot gebouw. Al wat kippengaas. Zoals je, ik kan, ja, ik kan zeggen zoals jullie kunnen ruiken, maar jullie kunnen ruiken. Stinkt het behoorlijk. Ik weet ook niet of er giftige stof in het gebouw zitten. Want dan heb ik geraakt met het gebouwen. Kijk, hier kan ik ook wel naar binnen, veilig. Kijk, al die oude stoelen hier. Kijk. Oh.
Ja. Hier een oud bad die in het hotel heeft gelegen. En hier heeft dan zo'n oude. Ook zo'n oude stoel. Oud zeil. Hier staat waarschijnlijk een badkamer of zo. Want als ik die tegels kijk, hier is een badkamer. Hier heb je een oude open haard. Heb je nog zoiets? Ik weet niet wat het is. Ook een soort kamer. Hier een oud cel. Er zitten overal van die gaten in de vloer. Dat is wel echt heel nadeel. Het is gewoon heel dak naar beneden zo de mythe. Ik snap wel, dat is gewoon met een groot risico om hier in te staan. Kijk, als je die gaten hier ziet, dan is het gewoon een brede weg. Het is echt wel oppassen. Is dat een oude deur? Dan loop ik door een oude deur. De natuur neemt het gewoon helemaal weer over. En zo'n oude Tom, die ook in het hotel heeft gestaan waarschijnlijk. En ja, waar ik nu ben, ja. Ah ja, nou, dan moet ik 3 minuten nog vol zitten maken, want dan heb ik 10 minuten. En dat is meestal de basis 10 minuten. Oh ja, dan kom ik weer hier uit. Ja. Ja, dan kom ik hier, ja. Mijn fiets heeft er vooraan ook, dus ja. Kijk, hier heb je nog een gedeelte. En hier zit ik aan de achterkant van Hotel De Le Mont. Maar ja, zoals je ziet is er vrij nog die zitten. Ja, je ziet het niet goed, maar ik kan wat inzoomen. Maar zoals je ziet zit er ook nog een klein stukje glas in. Bizar. Maar ja, dit is het hele hotel. Ja. Dit is best een mooie locatie. Midden in de bossen. Ja. Want kijk waar ik ben. Bos, bos. Weiland, bos. Hotel. Ja. Want het is allemaal in het bos. Dan heb je in één keer een hotel. Hotel. Het weiland. Het klein torentje. Dit is waarschijnlijk het oude hekwerk geweest van het hotel. Godverdomme. Sorry. Kijk, ik zak je gewoon in een gat. Kijk. Ik zak gewoon weg in een gat hier. Hier nog een oude band. Hier. Dat is waarschijnlijk dan de oude ingang. De tuin. Van het hotel. Want kijk. Oh jongens. Kijk hier wat ik ontdek. Oh mijn god. Wat kan zo kwijt door zo'n gat. Er is helemaal niks meer. Oh jongens. Er is helemaal niks. Dat is waarschijnlijk zo'n oud tuinhuisje of schuurtje geweest. Die schoenen zijn vrij nieuw. Nike Air. Niet gesponsord. Het zijn vrij nieuwe schoenen. Oh jongens, wat is dat erg. Een kliko. En alles wat rommel is wordt hier zijn ingemerkt. Zo'n statief. Parasolhouder. Ja, klikken daar. Vuilniszak. Ik weet niet waar die jongen ligt. Het is een helikopter. Ja, sorry. Ik zeg nogmaals sorry voor mijn vloek. Maar ik zag het gewoon in eentje weg. Ik ben met mijn enkel. Daarom sorry voor mijn vloek. Want ik probeer het altijd goed vrij te houden. Maar ja,
Dit houdt gewoon een lekker blunder. Top. Dan wil je meer van zulke video's zien. Like, abonneer. En dan check jullie bij een nieuwe aflevering van Urbex Exploring. Later.